Staat hij aan? Aan, daar kan hij niet staan. Goedenavond, dames en heren. Ik was 6 toen ik hier kwam. Dat was mijn eerste dag, of een van mijn eerste dagen sowieso, dat we in de bewegingsruimte forten gingen maken van kartonnen dozen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En was je meteen als een vis in het water hier? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Maar dat komt ook gewoon omdat ik gewoon vrij gelaten werd. Ik denk dat er vrij weinig mensen zijn die niet als vis in het water zijn op het moment dat ze compleet hun eigen gang kunnen gaan. Maar dus, je kan mijn leven hier op school indelen in spelen, gamen, leren. Dat is het eigenlijk. Ik weet niet of ze echt een visie hadden van waar ik naartoe ging. Maar het was meer vanuit het gaat zoals het gaat niet goed. En hier ziet het ernaar uit dat het wel goed gaat. Maar ze hebben heel erg moeten loslaten, juist heel erg veel moeten loslaten. Dus hun visie sloot niet per se aan meteen met het vrije leren hier op school. En het vrije leven hier op school. Wat volgens mij wel een bekend verhaal is. Dat is niet, mijn ouders zijn niet de enigen die dat hebben volgens mij. Ik geloof dat er nog een soort van afsluitend woordje zou komen. Ik ga dat niet doen. Misschien voelt iemand anders zich geroepen. Olivier voelt zich geroepen om een afsluitend woordje te doen. Ik vond dit een hele leuke dag. Dus ik hoop dat het volgend jaar weer zo'n leuke dag wordt. Waar ik vooral op gefocust ben, is nu voor mezelf de dingen doen waar ik gelukkig van word. Omdat ik ook altijd geleerd heb dat je pas er kan zijn voor de mensen om je heen als je goed voor jezelf zorgt. Ja. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor dingen aan mensen leren. Dus misschien moet ik daar wat mee doen. Misschien moet ik wel docent worden. Nee, ja, nee, het is een curse and a blessing. Ik merk dat het je aan de ene kant heel erg controle geeft over je eigen leven, wat heel fijn is. En ook een goede gave is om te hebben als je de wijde wereld ingaat. En aan de andere kant confronteert het je constant weer met hoe verschrikkelijk lui je eigenlijk bent. En ik ga dit doen, ja, maar dat kan ik ook doen. En dan is het toch altijd, of altijd is het vergezocht, is het toch vaak dat andere dat wint. Omdat dat andere is leuker. En er is gewoon zoveel te doen. Maar daar komt dan ook wel weer deadline druk bij kijken. Die dan toch maakt dat je zegt, misschien moet ik toch weer dit gaan doen. Omdat dat misschien niet helemaal productief is. Niet helemaal gewenst in de tijdlijn, in de stappen die ik voor mezelf wil zetten. Niks. Maar niet niks. Nee, je doet nooit niks. Wat vond ik het leukst om te doen? Ik denk dat het toch altijd wat de dag brengt is. En dat is een heel vaag antwoord. Zonder enige substantie. Alleen het is wel waar. Omdat elke dag is gewoon heel anders. En zeker in de tijd dat ik
nog niet zoveel verplichtingen voor mezelf had, was het gewoon 's ochtends vroeg kwamen de vrienden binnen. En dan zagen we wel wat we gingen doen die dag. En dan werd het altijd wel iets gezelligs. Soms deden andere mensen iets waar ik mee kon aanhaken. Dat is ook denk ik wel iets dat ik heel erg ga missen. Het elke dag doen wat de dag brengt. In plaats van wat de agenda brengt. Ik zit nu alleen in de coronawerkgroep en de schoolkring. Ik ben de voorzitter van de schoolkring en ik ben een afgevaardigde van Domein 3. En ik ben ook sporadisch voorzitter van de Domein 3 bijeenkomst. Maar ik weet niet of dat is niet echt een kring. Het is meer een bijeenkomst. En die zit ik ook voor, maar dat doe ik echt puur voor de lol. Verder heb ik ook in de BMK gezeten. En ik heb ooit ik ben ooit begonnen bij de PO-kring. Ik ben heel lang geleden ben ik voorzitter van de PO-kring geweest. Heb ik een tijdje gedaan. Oh ja, en het leveranciersonderzoeksteam natuurlijk. Ik weet, dat is niet echt een kring, het is een werkgroep. En we functioneren ook niet in kringvorm. We zijn echt een soort denktank, een brainstorm apparaat. Maar het is toch een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. Wat het eigenlijk inhoudt is dat ik het proces begeleid wat de school maakt op dat moment. En dat vind ik heel leuk om te doen. En je komt ook steeds meer de ins en outs te weten van het functioneren van de school en wat er gaande is in de school. Dus in plaats van dat je meegaat met de golf, heb je meer grip op de golf of zo. Dus, ja. Dat zou mijn voorstel nu zijn. Dan weet ik zeker dat iPhone. Heeft er iemand overwegend bezwaar op het nieuwe voorstel van Margot? Ikke. Ik vind het een heel goed voorstel. Ik zou alleen wel aan toevoegen dat je dan na de uitgave een terugkoppeling doet, zodat we het budget van de schoolkring weer opnieuw kunnen bijstellen. Absoluut. Heeft er dan iemand overwegend bezwaar op het voorstel van Margot met mijn toevoeging? 3. 200 euro. 200 euro, ja. 3, 2, 1. Goed, top! Dan gaan we naar koken met Hattie. Ja, daar heb ik leren koken. Ja, dat is fijn om te kunnen en leuk om te doen, vind ik. En Hattie is gewoon een schat. Ik ben laatst nog bij haar thuis geweest in de keuken. Heb ik ook helpen koken. Want ik woon in Amersfoort nu. Dus ik woon op fietsafstand. Wat ik heel fijn vind, want dan kan ik daar een keer gaan eten. Eindexamen? Ja, nee, informatica is altijd. Het is mijn vader, hij is computer scientist. Hij is data scientist. Hij is al zijn hele leven met computers bezig. En zodoende is het ook altijd al een onderdeel van mijn leven geweest. En dat is dus gewoon, ik denk dat ik het wel aan hem te danken heb, dat een interesse bij mij is geworden. Maar die interesse heb ik toen zelf meer uitgewerkt. En ik ben dus zelf dingen gaan onderzoeken daarin. En toen ben ik, merkte ik dat ik dat gewoon echt heel leuk vond. Ik ben nogal een beta, denk ik. Ik voel me soms ook heel erg een alfa. Het is echt, misschien ben ik meer een gamma. Ik heb die interesse eigenlijk al heel lang steeds meer gaan ontwikkelen. En af en aan ook wel mee bezig geweest. Sporadisch geprobeerd leren te programmeren. Op een gegeven moment is het gelukt. En toen ging het eigenlijk vanzelf. Want als je dat kan, dan wordt het ook veel leuker. Want dan ga je ook echt dingen doen. Een andere grote interesse van mij is film en fotografie. Ik had heel lang het idee dat ik daar wat mee ging doen. Dus ik ben ook serieus bij opleidingen gaan kijken. Ik ben bij de Filmacademie geweest. Ik ben zelfs in Londen bij een opleiding geweest. Want ik dacht, ja, dit wil ik. Toen was ik een tijdje bezig met informatica. En was ik daarna aan het kijken. En die interesse, was ik daarmee bezig. En toen dacht ik op een gegeven moment, hey. Ik weet nog dat ik heel goed dat ik filmpjes van Computerfile aan het kijken was. Dat is een YouTube-serie die
informatica concepten uitlegt. Omdat ik op een gegeven moment dacht, hey, dit wil ik kunnen. Dit wil ik weten, ik wil dit leren, ik wil dit kunnen. Wat nou als ik informatica ga studeren? Toen dacht ik, nou, misschien is dat niet eens zo'n gek idee. Toen heb ik dat uitgezocht en steeds meer werd dat eigenlijk duidelijk van dit is echt wat ik wil. Ik zou de ruimte wel aanraden om misschien ook voor studenten die daar behoefte aan hebben meer leerstructuur te bieden. Want ik heb dat toen destijds geprobeerd om, dat, om er meer leerstructuur aan te brengen. Ook met een motie voor huiswerkbegeleiding binnen de school. Ik denk dat het zonde is als men huiswerkbegeleiding elders gaat zoeken. Omdat ik denk dat we hier binnen de school daar ook binnen het concept heel goed dingen aan vorm aan kunnen geven. De pokertafel is een hele leuke. Dat was uit de pokertijd toevallig. Dat was een motie voor kaarten, pokerset en een pokertafel. Die is er ook doorgegaan. Verder heb je de meest recente motie was de motie voor studiebegeleiding. En dat is toen ook opgepakt. En ik heb, daar is toen uit voortgevloeid dat er gewoon elke dag studiebegeleiding aanwezig is in domein 3. Dus er zit altijd een staflid in domein 3 die er is om je te helpen leren. En dat is nog steeds zo. En dat is wel fijn. Maar volgende stelling. Ik zie een sportieve toekomst voor mezelf weggelegd. Ja, definieert het iets beter. Ik kan het me aan de ene kant niet voorstellen. En het lijkt me heel raar. En aan de andere kant heb ik er ook heel veel zin in. Om weg te gaan van deze school. En dat heeft niks met die school te maken. Met deze school te maken. Maar dat heeft gewoon te maken met dat ik het idee heb dat ik een volgende stap wil gaan maken. Ik denk graag over mezelf. Dat het ding dat ik meeneem eigen verantwoordelijkheid is. Zelfstandigheid. Maar wat ik echt nog meer merk van mezelf is de mogelijkheid om mezelf heel vrij uit te kunnen drukken. Ja, ik voelde een bepaalde drang om mezelf meer bezig te gaan houden met de school en het functioneren daarvan. Dus vandaar dat ik in belangrijkere kringen functies ben gaan bekleden. Omdat ik denk dat is een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. En dat vond ik ook fijn om een soort van wat terug te kunnen geven aan de school op een bepaalde manier. Vaak verveeld. Ja. Wel ja. Dat is denk ik ook het idee. Want dan ga je iets doen toch? Als je je verveelt. Als je verveelt heb ik altijd het idee dat je dan iets gaat zoeken om te doen. En dat zijn de momenten waarin je mee gaat doen met andere mensen. En dat is waar echt de kracht zit van deze school volgens mij. Het samen met andere mensen dingen doen.